Het begint met één. Eén vrouw die iets doorbreekt. Haar hand opsteekt, spreekt. Het begint met één wegbereider op dit mannelijk terrein. Eén vrouw met moed die, niet heel warm begroet, haar tijd vooruit wil zijn. Het blijft niet bij één, wel lang de enige. Want we hebben al één vrouw. Niet iedereen vindt het echt nodig. Meer van jou. Het blijft niet bij één. Dit huis, een onneembare vesting. Het groeit, het leert, het wendt. Opent haar deuren, luistert wat beter. Schikt niet meer dat jij het bent. En al ben je niet bepaald de norm, er gebeurt tenminste iets. Alle verandering gaat traag, maar vraag voor vraag en woord voor woord word je eindelijk gehoord. Jij die alles weet van volkshuisvesting, van justitie en veiligheid, of het onderwijs, financiën of werkgelegenheid. Jij die bescheiden of uitgesproken, met humor of erudiet, strijdbaar of ingetogen, van een debat geniet. Jij die jurist of advocaat bent, katholiek of socialist, hoogleraar of rechter, maatschappelijk werker of activist. Jij die zelfstandig ondernemer bent, adviseur in woningbouw. Jij die wethouder of burgemeester was. En ja, je bent ook een vrouw. Jij wacht niet langer op je beurt. Je neemt het voortouw en je leidt. Ik open de vergadering. Want het is de hoogste tijd. Ooit was je niet welkom in deze kamer. Werd alles hier voor jou bepaald. Nu heb je een stem in het debat. En maak je deel uit van het verhaal. Het begint met één. Eén vrouw die iets doorbreekt, haar hand opsteekt, spreekt.